Een ritje maken met de bus en de trein, dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Want hoe plan je zo'n reisje? En hoe werkt dat dan, hè? Met een OV-chipkaart bijvoorbeeld? Zeker als je al wat ouder bent, kan dat best lastig zijn. In Flevoland zijn er OV-ambassadeurs die je daarbij kunnen helpen. En Rob Bos uit Dronten, die is al 20 jaar OV-ambassadeur. Goedemiddag, Rob Bos. Goedemiddag, Willemijn en Jeroen. En dan ben je OV-ambassadeur. Dus dan denk ik, ja, dan ben je ook een beetje ambassadeur van het openbaar vervoer. En dan zit je op zo'n middag als vanmiddag. En dan valt het hele treinverkeer stil in Nederland. Wat denk je dan bij jezelf? Ja, ja. Maar ik heb dus geen connecties met NS of welke vervoersmaatschappij ook. Dus wij maken er alleen gebruik van. Ja. Wij helpen mensen om gebruik te kunnen maken van het OV. En ja, dan komt het wel eens voor dat er storingen zijn. Dat kan. We staan ook wel eens in de file. Ja, dat is ook zo. Wat zijn nou precies de taken van een OV-ambassadeur? Nou, de OV-ambassadeur heeft met name als taak dus de mensen te helpen bij de aanschaf van de OV-chipkaart. Als ze vragen hebben over een abonnement of advies, op een reisadvies. Hoe kan ik reizen van A naar B? En wat we ook doen, met de mensen oefenen. Dan gaan we een proefreisje maken met trein en bus, zodat ze wat ervaring opdoen met het in- en uitchecken, overstappen enzovoorts. Maar dat zijn dan mensen die al wat op leeftijd zijn en die eigenlijk niet zoveel ervaring hebben met het openbaar vervoer? Ja, over het algemeen zijn het mensen 60 plus. Leden van ouderenbonden, vrouwenorganisaties, maar ook mensen in wijkcentra die daar veel komen, die kunnen dus een verzoek bij ons indienen. En dan gaan we daar een informatiebijeenkomst te organiseren. Dat is een voorlichting met een PowerPoint-informatie erbij. Waarin wij dus het openbaar vervoer laten zien ook. Er zitten wat filmpjes in, zodat mensen ook de praktijk dan zien. Een andere manier van voorlichting zijn de inloopspreekuren. Die worden maandelijks gehouden, ook in de Flevopolder al, maar ook in Gelderland en Overijssel. En sinds kort ook in Utrecht zijn we daarmee begonnen. En dat zijn maandelijkse spreekuren. Dat is in Dronten, dat is in Emmeloord, op Urk en in Zeewolde. En daar zitten we dan anderhalf uur, meestal in de bibliotheek. En dan kunnen de mensen bij ons komen met vragen. En die proberen we dan op te lossen. Ja, nou, bent u zelf in de 80? Bent u zelf nou zo'n ervaren OV-reiziger dat juist u dat advies gaat geven? Nou, toen ik met pensioen ging, toen werd de OV-chipkaart ingevoerd. En er was een oproep, landelijk, om te helpen bij de invoering van de OV-chipkaart. Nou, dat trok mij eigenlijk wel. En ja, dat had vrije tijd, dus ik moest ook weer wat gaan doen. En toen heb ik me gemeld. Toen zijn we landelijk begonnen met een 80 man, aangestuurd vanuit Den Haag. En toen zijn we eigenlijk door het hele land getrokken, van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg, om mensen de invoering van de OV-chipkaart duidelijk te maken. Dat was niet eenvoudig. Ik heb voor zalen gestaan van 150 mensen die ons niet met veel plezier ontvingen. Want gelijktijdig met invoer van de OV-chipkaart werd dus het hele openbaar vervoer een beetje gereorganiseerd. En dat zat mensen niet lekker. Na die tijd ben ik verder gegaan, want na 5 jaar stopte dat project. Helaas. Landelijk werd gedacht dat men het wel begreep. Dat was niet zo. Persoonlijk ben ik toen hier in de regio ook wel benaderd door ouderenbonden, vrouwenorganisaties, met de vraag of ik de voorlichting alsnog wilde geven. Heb ik ook gedaan. En op een gegeven moment is de provincie Overijssel begonnen met het project Ervaar het OV. De provincie die had daar geld voor uitgetrokken en die wilde met name dus de 60-plussers toch activeren om meer te gaan reizen. Nou, daar is Flevoland op een gegeven moment bij aangesloten. En sinds een aantal jaren is Gelderland erbij. En dit jaar is ook de provincie Utrecht erbij aangesloten. Ja, wat kan je zeggen, die OV-chipkaart, als je hem eenmaal hebt, is die best wel handig in het gebruik. Maar dat die misschien toch wel, zeker voor oudere mensen, een drempel is om echt het openbaar vervoer in te stappen? Nou, de aanschaf vooral, Jeroen. Dat is voor heel veel ouderen is dat een probleem. Omdat er dus, ja, tegenwoordig moet dat digitaal. En niet alle oudjes zijn op digitaal gebied even kundig. Dus wij hebben dan ook de mogelijkheid, hebben we bij ons, om het schriftelijk te doen. En dat verlicht dan de taak van de mensen om dus het aan te vragen. En als ze het dan maar eenmaal hebben, en als ze dan met name met ons dat proefreisje maken, dan gaat er als het ware een wereld voor ze open. Want dan blijkt
het gebruik van de overchipkaart best mee te vallen. Ja. Ja. We zitten trouwens in coronatijd. Hè? En ik maak ook wel met een regelmatig gebruik van het openbaar vervoer. En het valt me wel op, je ziet toch een stuk minder ouderen op dit moment in het openbaar vervoer dan voorheen. Is dat ook iets waar u mee te maken krijgt? Ja, zeker. Wij mogen, op het moment mogen wij dus geen reisjes organiseren. Het is nu weer iets vrijer, maar wij mochten niet gaan reizen met de mensen. Dus dat kon dus ook niet. Dus, nee, die proefreisjes niet. Nee, dat was eigenlijk alleen als je noodzakelijk moest reizen. Ja. Dan mocht je dus. En ja, dit was voor ons natuurlijk niet noodzakelijk om met mensen te gaan reizen. De vragen waren er natuurlijk wel. En daar heb ik wel op ingespeeld. Want we hebben wel een telefonisch spreekuur ook in leven geroepen. Waar mensen ons dus telefonisch dagelijks van 10 tot 12 en van 2:30 tot 3 kan men een nummer bellen. Kan ik zo meteen wel even noemen. En dan krijgen ze één van ons aan de lijn om toch de vragen die er leven te kunnen beantwoorden. Want er zijn toch altijd mensen die naar een ziekenhuis moeten of wat dan ook. En die willen toch graag weten van kan dat, mag dat, hoe moet ik dat aanpakken? Ja. Nog even over de OV-lessen zelf. Hè? Die worden nu gegeven in Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk. Ja, en vanaf september ook in Lelystad. En jullie zijn ervoor nog op zoek naar nieuwe OV-ambassadeurs. Wat moet je daar dan eigenlijk voor kunnen? Nou, een beetje feeling voor het openbaar vervoer. Ook wel dat je er gebruik van maakt, maar dat je er ook in geïnteresseerd bent. En, dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste, dat je graag ook je medemens wilt helpen om gebruik te kunnen maken en blijven maken van het openbaar vervoer. Want het geeft je zoveel meer mogelijkheden. Zeker als je naar de grote steden gaat. Met de auto is dat voor heel veel oudjes is dat toch wel een wat moeilijk iets om te gaan doen. En als je dan met de trein, met de bus dat kunt doen, dan is dat toch wel een verademing. Dat merken we ook hoor, bij de reisjes. Dat mensen ervaren van, tjonge, ik wist niet dat het zo leuk en zo gezellig kon zijn. Ja. Ja, je helpt de ander echt. Mooi is dat. Nou ja, mensen die nu luisteren en die meer informatie willen, of misschien zelfs dus zelf OV-ambassadeur willen worden, kunnen kijken op de website, hè, ervaarhetov.nl. Rob Bos, OV-ambassadeur uit Dronten, dank je wel.